Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een video van BMT Machine Tools. Vandaag ben ik onderweg naar Bergijk, waar wij eind april de Primeliner V11L met Hydyne besturing mochten leveren. Ik ben erg benieuwd naar hun eerste ervaringen. BTM is een machinefabrikant voor de snijbloemensector, dus bij tuinders in kassen. Staan snijbloemen te groeien en die zijn op een gegeven moment rijp, klaar om geoogst te worden. En heel het oogstgebeuren, dat regelen wij eigenlijk. Dus daar leveren wij de machines voor. Dat gaat met knipautomaten, dus je knippen de bloemen af. Dan worden bosse bloemen van gemaakt, die worden op het transportband gelegd. En dan wordt het uiteindelijk naar de verwerkingsmachine getransporteerd. En daar wordt er een mooie nette bos van gemaakt die omladerd is, op lengte afgeknipt, gebonden. En dan wordt die handmatig ofwel automatisch in een hoes gestopt, die bosbloemen. En dan in een doos naar of rechtstreeks naar de klant of naar de veiling. En naar de veiling gaat het heel de wereld over het product. Nou, we zijn bij Primeliner terechtgekomen. In eerste instantie wou ik een tweedehands machine kopen. Heel internet afgezocht en eigenlijk niks gevonden wat naar mijn zin was. Toen ben ik bij Primeliner op een BMT terechtgekomen met de vraag voor een tweedehands machine. Maar die hadden ze op dat moment ook niet op voorraad. En toen zei Danny van, nou, we hebben wel een mooie machine staan, een Primeliner, een demo machine. In eerste instantie, we waren natuurlijk bij jullie op kantoor, hadden de machine doorgenomen. Wat mij echt aanstond was de Hydyne besturing, dat is ook de meest luxe besturing die er is. En Johan is er nou denk ik ook heel erg tevreden mee. Je moet ermee leren werken, maar het bevalt heel goed. Ik had al een klein beetje ervaring met het frezen bij mijn vorige werk. En vanuit daaruit ben ik gewoon gaan kijken wat is er goed aan die machine en wat is er beter en anders aan de machine waar ik gewend ben. Ja, tot nu toe bevalt het hartstikke goed. Hij is een stuk sneller dan ik gewend ben. De besturing is een stuk simpeler als je eenmaal weet hoe het werkt. Een stuk uitgebreider, je kan veel meer dingen doen. Ik programmeer nu op computer via Fusion 360. En dan maak ik gewoon een G-code van. En die lees ik in op de machine. Eigenlijk voornamelijk het standaard freeswerk wat we hier hebben is, we hebben een schepcontour in de machine zitten. Daar loopt dan een asje doorheen. Dat maak ik voornamelijk en dan af en toe is wat kleinere blokjes. Maar ook gewoon het freeswerk wat we daar normaal op een conventionele freesmachine maken. Als we daar wat meer series voor hebben, is dat veel makkelijker op CNC te maken. Ik was voorheen, heb ik altijd gebruik gemaakt van een normale analoge 3D taster. Gewoon met de hand product tasten en klaar is Kees. Maar nou is het gewoon, je hebt een stuk preciezer. Ik heb nu ook drie producten in de klem zitten. En ik heb gewoon in mijn programma de 3D taster erbij ingezet. Dus elk product wat ik erin zet, dat tast hij ook mooi. En dan is het allemaal precies en klopt het allemaal zoals het moet. We hebben veel kleine series. Dus dan heb je heel veel minder tijd nodig om die machine om te stellen. Om klemmen erop te zetten en noem het allemaal op. Daar ben je gewoon veel sneller mee weg, denk ik, als we in eerste instantie gekocht hadden. Nou, ik vind hem er goed uitzien. Hij oogt mooi, maar in mijn beleving zit hij ook goed in elkaar. Als de machine draait, alle spanen, alles spoelt hij goed weg. Ja, hij is heel stil. Je hoort hem eigenlijk bijna niet lopen. Dus ik vind het een topmachine. Ja. En vooral ook met de Hydyne besturing, wat ook een groot onderdeel van de machine is. Ja.